Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom kun je alles in je dromen? In je dromen kan je eigenlijk van alles. Misschien heb je wel superkrachten of kan je jezelf in een split seconde van de ene plek naar de andere plek transporteren. Eigenlijk dromen we dingen van allerlei dingen die niet mogelijk zijn in het echte leven. En om dat goed te kunnen begrijpen, kijken we naar hoe de hersenen werken tijdens de slaap. Tijdens de slaap staan je hersenen niet uit en ben je nog wel enigszins bewust van je omgeving. Zo word je niet wakker van elke auto die voorbij komt, maar misschien wel als iemand je naam roept. Toch zijn er ook grote verschillen in hoe de hersenen actief zijn wanneer je slaapt ten opzichte van wanneer je wakker bent. Zo is bijvoorbeeld een bepaald gedeelte van de prefrontale cortex minder actief. Dit gebied is belangrijk bijvoorbeeld voor plannen, logica en logische denkstappen maken. Dit terwijl de limbische gebieden in de hersenen juist meer actief zijn. Deze gebieden zijn belangrijk voor je emoties. De combinatie van die minder actieve prefrontale cortex en meer actieve limbische gebieden zorgt ervoor dat je bizarre plots krijgt in je dromen en intense emoties. Naast dat er verschillen zijn tussen slaap en waak, zijn er ook binnen je slaap verschillen in hoe je hersenen actief zijn. Zo hebben we de non-remslaap en de remslaap. In de non-remslaap dromen we ook, dat is vaak minder bekend. En die dromen zijn vaak rationeler. En dan is er relatief ook nog wat meer activiteit in die prefrontale cortex. Een non-remslaapdroom zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je in de supermarkt bent, je bent rustig je boodschappen aan het doen, niets aan de hand. Dit in tegenstelling tot de remslaap, waarin je het minst rationeel droomt. En daar is dan ook de minste activiteit in die prefrontale cortex. Een remslaapdroom zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er dan ineens een vuurspuwende draak achter je staat met het hoofd van je schoonmoeder. Naast dat er verschillen zijn in soorten dromen, zijn er ook verschillen tussen mensen in hoe ze hun dromen ervaren. Bijvoorbeeld in wat voor zintuiglijke ervaringen ze hebben tijdens hun dromen. In hoeverre mensen ruiken of proeven in hun dromen bijvoorbeeld. Maar liefst 95% van de dromers ervaarden beelden in hun dromen. Maar dat is dus 95%, niet 100. Dus er waren ook mensen die droomden zonder dat ze daar beelden bij zagen. De tweede plek stond geluid. 85% van de dromers hoorden geluiden in hun dromen. Dit kan bijvoorbeeld verkeer zijn of stemmen in een gesprek. De derde plaats stond tast. 62% van de dromers ervoer tast in hun dromen. Dus dit kan bijvoorbeeld aanrakingen van je huid zijn of temperatuur. Op een gedeelde vierde plek stonden smaak en geur. Deze zintuigen kwamen wel voor in dromen, maar relatief veel minder dan de andere zintuigen. Slechts 2,5% van de dromers ervoer deze zintuigen in hun dromen. Dit kon het smaak van eten zijn bijvoorbeeld, of de geur van bloemen in een bloemenveld. We hebben ook gekeken naar de combinatie van zintuigen. Daarbij zagen we dat geluid en zicht veruit het meest samen voorkwamen. Maar er waren allerlei combinaties mogelijk. Zo waren er dus ook mensen die alle zintuigen tegelijkertijd ervoeren, maar ook mensen die helemaal geen zintuigelijke ervaringen hadden tijdens hun dromen. Wellicht dat het voor hen meer is als een hebben van een gedachte, zonder dat je daar bijvoorbeeld een beeld of een ander zintuig bij ervaart. Er is dus van alles mogelijk in onze dromen door die veranderde hersenactiviteit tijdens de slaap. En er zijn dus verschillende soorten dromen en ook zijn er verschillen in welke zintuigen mensen ervaren in hun dromen. Kunnen computers straks onze gedachten lezen? Ik ben Bouke, techniekfilosoof, en ik leg je de volgende aflevering uit dat je je daarover echt geen zorgen hoeft te maken.